We schrijven het jaar 95 na Christus. De oude apostel Johannes zit op een kaal en verlaten eiland, Patmos genaamd. Verbannen door de Romeinse keizer, omdat hij zijn mond niet kon houden over Jezus. Op een dag krijgt hij een openbaring van Jezus Christus zelf, over wat er allemaal aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over. Wat heeft Johannes gezien? En wat is de betekenis daarvan? Welkom bij een 40-delige Bijbelstudie door Wim Grandia over de openbaring. Welkom bij aflevering 35 van Zie ik kom spoedig. De vorige aflevering hebben we gezien hoe Jezus terugkomt naar de aarde en hoe alle vijanden, het beest en de valse profeet en de 10 koningen met hun legers, ze worden allemaal verslagen. En dan, en daar sloot ik de vorige aflevering mee af, wat gaat er dan gebeuren? Dat gaan we in deze aflevering zien. Jezus, hij komt terug naar de aarde, hij neemt zijn koningschap op zich en dan zal er een tijd aanbreken die in de Bijbel wordt genoemd het 1000-jarig vrederijk. Straks meer daarover. Ik wil je eerst meenemen naar een moment, inmiddels alweer een aantal decennia terug, naar 21 mei 1960, toen in de tuin van het gebouw van de Verenigde Naties in New York een standbeeld werd onthuld. Dit standbeeld met de opmerkelijke naam Zwaarden tot ploegscharen. En de tekst waar dit beeld naar verwijst, die tekst werd later op een muur geplaatst tegenover het beeld. En dat kun je tot op de dag van vandaag in New York in de tuin daar vinden. En het is bijna grappig om dat vandaag in 2023 zo te zeggen. Maar dit beeld was toen een gift van de Sovjet-Unie aan de Verenigde Naties om tot uitdrukking te brengen: wij willen heel graag vrede. Oké, nou, de tekst waar dit naar verwijst, die vinden we in zowel Jesaja 2 als in Micha 4. En dat zijn deze woorden: en zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Bij de onthulling van dat beeld sprak de toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, ik hoop dat ik het goed uitspreek zo, die sprak toen deze woorden. De aloude droom van de mensheid, die in de woorden van Jesaja weer klinkt en die door dit beeld worden gesymboliseerd, is de droom die ook de inspiratiebron is van het handvest van de Verenigde Naties. Met alle respect voor alle mensen en voor alle organisaties die strijden voor vrede in deze wereld. Maar als ik dat citaat van Jesaja en Micha, als ik dat goed in het verband ga lezen over het omsmeden van zwaarden tot ploegscharen, dan wordt mij in ieder geval duidelijk dat dit nooit het resultaat zal gaan worden van menselijke inzet. Hoe goed bedoeld ook, en prima dat we daar ook met elkaar voor gaan, maar de boodschap van deze aflevering, en dat is vooral de boodschap van de Bijbel, is dat wereldwijde vrede alleen en pas dan zal komen wanneer Jezus Christus zijn koningschap op zich neemt en het gebed dat u ons heeft geleerd om te bidden, uw koninkrijk komen, vervuld gaat worden. We lezen in de Bijbel over een periode van 1000 jaar vrede. Een 1000-jarig vrederijk. En de profeten van het Oude Testament die profeteren daar in geuren en kleuren over. En Johannes mag nu als laatste in de rij, last but not least, maar als laatste in de rij mag hij nog een paar aanvullende openbaringen doorgeven over deze tijd van vrede. Zoals in de vorige aflevering is aangegeven, Jezus komt dus terug, de strijd is gestreden en Johannes schrijft allemaal op wat hij ziet, dat was zijn opdracht. En dan gaat het vanuit openbaring 19 gelijk door naar openbaring 20 en dan ziet Johannes weer iets gebeuren. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en bond hem voor 1000 jaar en wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. Over welke engel het hier gaat, dat wordt verder niet uitgelegd. Dat wordt bijna nergens uitgelegd in de openbaring, gewoon een engel.
Het is in ieder geval een engel met heel veel autoriteit, want hij daalt neer uit de hemel. Hij heeft een ketting en hij heeft een sleutel in zijn hand. En we hebben gelezen wat daar de bedoeling van is. De duivel, de draak, de oude slang, hij wordt vastgebonden en hij wordt in de afgrond opgesloten. We hebben eerder in Openbaring gelezen over die afgrond, in Openbaring 9. Dat was die plek waar die demonische sprinkhanen tevoorschijn kwamen. Later in Openbaring 11 en 17 lazen we dat het beest uit deze afgrond komt. Het is de abyssos, de verblijfplaats voor gevallen engelen. En dat is de plaats waar de duivel nu voor 1000 jaar wordt opgesloten. De ketting is bedoeld om de duivel vast te binden. En de sleutel is bedoeld om deze abyssos voor 1000 jaar af te sluiten. Dat is wel heel bijzonder wat we hier lezen. Dit betekent dus dat er een periode gaat komen van 1000 jaar... waarin de duivel gebonden en opgesloten gaat worden, zodat hij de volken niet meer zou kunnen verleiden. Dat is dus een heel ander verhaal dan waar we nu mee te maken hebben. We hebben dat in eerdere afleveringen voorbij zien komen. Ik zet het nog even een keer voor je op een rijtje. Johannes die schrijft in zijn evangelie tot 3 keer toe over de duivel als zijnde de vorst of de overste van deze wereld. Hij schrijft in zijn eerste brief over dat de wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Dus de wereld ligt nu onder de macht van de boze. Paulus die schrijft over de duivel als de god van deze wereld. En Petrus schrijft over de duivel als iemand die rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Er zijn mensen, en ik ga het straks verder even uitwerken, maar er zijn mensen die geloven echt dat wij nu leven in de tijd waarin de Satan gebonden is. Dat vind ik persoonlijk best knap lastig als je gebonden zit in een put die afgesloten is en tegelijkertijd rond kunt gaan als een brullende leeuw door deze wereld heen. Dat is een lastige combinatie. En bovendien, het is nog lastiger, zo niet onmogelijk, om voor een gebonden en opgesloten duivel mensen zijn wil te laten doen en ze gevangen te houden in een strik. Dat kan niet als je zelf gevangen zit in een afgrond, dat kan niet. Er is nog iets opvallends dat we net lazen in vers 3b. De duivel is daar 1000 jaar gevangen gezet. Of wordt daar 1000 jaar gevangen gezet. Maar dan staat erbij dat hij daarna voor een korte tijd zal worden losgelaten. Nou, wat daarmee wordt bedoeld en mag ik het even zo zeggen waar dat nog voor nodig is. Daar gaan we de volgende aflevering verder naar kijken. Er is niet alleen verschil van mening over de vraag of we nu al wel of niet leven in de periode dat Satan is gebonden. Er is ook veel discussie over de vraag hoe lang 1000 jaar duurt. We lezen in deze versen van Openbaring maar liefst 6 keer dat het gaat over een periode van 1000 jaar. En toch is het een brede discussie in de christelijke wereld of het hier wel echt gaat over een periode van 1000 jaar. Er zijn bijbeluitleggers die zeggen van nee, dit moet je niet letterlijk nemen. Die nemen ook de meeste andere aantallen en tijdsperiodes die worden genoemd niet letterlijk. Nee, dit is een omschrijving van een lange periode. Oké, maar dan is het wel apart dat dus hier een omschrijving van een lange periode, dan gaat het over 1000 jaar. En direct daarna lazen we net een korte periode en dat wordt gewoon een korte periode genoemd. In de eerste 4 afleveringen heb ik je een aantal gebruiksaanwijzingen gegeven. Ik zal ze nog even laten zien. Ik heb je toen totaal 7 gebruiksaanwijzingen beloofd. Je hebt er nog steeds 2 te goed, maar die gaan nog komen. Maar de 5e gebruiksaanwijzing die ik heb gegeven is: neem de getallen en tijdsperioden die in Openbaring worden genoemd, neem ze letterlijk, tenzij de Bijbel er zelf aanleiding voor geeft om het anders in te vullen. Maar we gaan ervan uit dat we de tijden, tijdsperioden en getallen letterlijk nemen. Waarom ik dat geloof? Heel eenvoudig, omdat de Bijbel zelf laat zien dat dat de bedoeling is. Wat ik de vorige aflevering zei, God zegt wat hij bedoelt en bedoelt wat hij zegt. Ik zou je 3 voorbeelden geven die duidelijk maken hoe je, als er geprofeteerd wordt en er worden bepaalde periodes genoemd, dat je die letterlijk mag nemen. 3 voorbeelden.
En ik zet ze gelijk vast even op een rijtje. Dit voorbeeld van de ballingschap van de 69 jaarweken en van Israël in Egypte. Het eerste voorbeeld. De profeten hadden het volk Israël aangekondigd: als jullie volharden in ongehoorzaamheid aan God, dan zullen jullie voor 70 jaar worden weggevoerd in ballingschap. Op een gegeven moment lezen we in Daniel 9 dat Daniel in zijn stille tijd leest in de woorden van de profeten. En hij leest, 70 jaar, ging rekenen. We zitten op 70 jaar. En hij gaat naar God toe en hij verootmoedigt zich en hij zegt, Heer, u hebt gezegd het zal 70 jaar duren, nu is het moment. Dus als God een 70-jarige ballingschap aankondigt, dan wordt duidelijk, dan bedoelt hij dat het een ballingschap wordt van 70 jaar. Als je dan doorleest in Daniel 9, we hebben dat uitvoerig behandeld. Dat is dat hoofdstuk waarin hij die openbaring krijgt over de 70ste jaarweek. En dan krijgt hij op een gegeven moment te horen dat er 69 jaarweken, dat staat voor 483 jaar. Ik ga nu even heel snel, kijk de uitzending maar terug. Dat er vanaf het moment van de terugkeer van de ballingschap tot die dag dat Jezus op een ezel binnenrijdt in Jeruzalem op Palmzondag, dat het een periode zal zijn van 69 jaarweken is 483 jaar. Je mag drie keer raden hoe lang die periode heeft geduurd. 483 jaar. God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Op een dag krijgt Abraham een belofte van God van een groot nageslacht. En dan zegt God daarbij, je zult een zeer talrijk nageslacht krijgen, maar er zal een periode zijn dat ze 400 jaar in Egypte zullen verkeren en daar verdrukt zullen worden. Israël is 430 jaar in Egypte geweest. De eerste 30 jaar was het goed. En ze zijn 400 jaar onderdrukt geweest in Egypte. Dus als God zegt, 400 jaar onderdrukken in Egypte, wat bedoelt God dan? 400 jaar. Oké, en dan gaan we nu weer naar Openbaring, waar we dus tot 6 keer toe lezen over een 1000-jarig vrederijk. En dan is mijn vraag, wat zou God bedoelen? Hoe lang zou deze periode gaan duren? 1000 jaar. De Bijbel legt zichzelf eigenlijk zo eenvoudig uit. De Bijbel laat zien dat als God iets noemt, dan bedoelt hij dat ook echt zo te zeggen. De kerkvaders van de begintijd, en dan heb ik het over mensen als Justinus en Irenaeus, die schrijven in hun geschriften ook gewoon over hun verwachting en hun verlangen van een aanstaand komend 1000-jarig vrederijk. Dat was in de beginperiode van de kerk gewoon, daar ging men van uit. Maar wat gebeurde er ergens in de 4e eeuw na Christus? Toen kwam op een dag een zekere keizer Constantijn tot bekering. Tot die tijd was het christelijk geloof een verboden godsdienst en als je christen werd, dat stond gelijk aan vervolging. Maar toen Constantijn christen werd, toen werd het christendom een toegestane godsdienst. Later werd het zelfs officieel een staatsgodsdienst, maar in eerste instantie een toegestane godsdienst. En na eeuwen van vervolging brak er voor christenen opeens een tijd van vrede en rust aan. En ze dachten, wauw, dit is het 1000-jaar vrederijk. En toen kregen we de theoloog en bisschop Augustinus, die in zijn bekende theologische meesterwerk De Stad Gods het volgende uitlegt. Als er in de Bijbel gesproken wordt over een vrederijk, dan wordt er niet mee bedoeld een letterlijk rijk van vrede. Dan wordt er ook niet bedoeld dat het letterlijk 1000 jaar gaat duren. Lang verhaal kort te maken, hij kwam tot de conclusie dat wij nu leven in het 1000-jaar vrederijk. Dat we nu met Christus regeren als koningen. En dat we nu leven in de periode dat Satan gebonden is. Deze theologie is ook overgenomen door de grote kerkhervormers, Calvijn en Luther. En wordt tot op de dag van vandaag ook door velen, ook vooraanstaande theologen, nog steeds aangehangen. Christenen die geloven in een letterlijk 1000-jaar vrederijk, die worden wel giliasten genoemd. En giliasten komt van het Griekse woord voor 1000, gilioi, dus vandaar giliasten. Het Latijnse woord is millennium en daarom wordt ook wel gesproken over millennialisme. En dat is dan de leer over het 1000-jaar vrederijk. Binnen die leer, binnen het millennialisme, zijn er drie hoofdstromingen. Weer met allerlei varianten, maar er zijn drie hoofdstromen. En ik wil ze even heel kort uitleggen. In de eerste plaats hebben we de stroming van het amillennialisme. In deze denkrichting wordt ervan uitgegaan dat wij
Dat er dus niet een letterlijk 1000 jaar vrederijk komt, waarbij Jezus als koning zal regeren vanuit Jeruzalem. Er wordt ook niet geloofd in een geestelijk herstel van Israël. De visie hierin is, de kerk is de belichaming van het koninkrijk van God. We leven nu in de periode dat Satan is gebonden en dat zal tot aan de wederkomst van Jezus zo zijn. We leven dus nu in het 1000 jaar vrederijk. Dit is de lijn van Augustinus, Calvijn en Luther en anderen. De tweede is het postmillennialisme. En daarbij wordt uitgegaan van de volgende gedachte. Door toedoen van het christendom zal de wereld uiteindelijk zodanig verbeteren, zal het koninkrijk wereldwijd steeds meer gaan doorbreken, dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een 1000 jaar vrederijk. Iets waar we langzamerhand naartoe werken. Er wordt in deze stroming geloofd in een bloeitijd voor de kerk, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Ook wel in een bloeitijd voor Israël. Maar eerst zal het allemaal gebeuren. Ze noemen zichzelf postmillennialisten. Post, dat betekent dat de wederkomst van Christus na het 1000 jaar vrederijk plaats gaat vinden. Dus precies andersom als hoe we het in de Openbaring lezen. En dan hebben we de derde stroming, dat is het premillennialisme. En bij deze stroming wordt ervan uitgegaan dat er een letterlijk 1000-jarig vrederijk gaat komen. Wanneer? De dag dat Jezus terugkomt. En dan zal de openbaring die Johannes beschrijft, die zal dan werkelijkheid gaan worden. En dan zullen ook alle oud-testamentische profeten werkelijkheid gaan worden. Dan zal het gebed uw koninkrijk komen verhoord gaan worden. Dus dat het allemaal nog aanstaande is en dat het zal gebeuren voorafgaand of aansluitend aan de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, misschien even een beetje technisch, maar goed dat je dat even weet. Het is best opvallend hoe weinig Johannes eigenlijk te zien en te horen krijgt over deze lange periode. 1000 jaar, dat is nogal niet wat. Er worden maar liefst 14 hoofdstukken geschreven over de 7 jaar van de grote verdrukking. En zeggen en schrijven 6 versen over 1000 jaar vrederijk. Nou, dat lijkt niet helemaal in balans. Maar het is heel eenvoudig. In het Oude Testament is al zo uitgebreid en zo uitbundig geschreven over dit komende vrederijk. Johannes hoefde daar eigenlijk helemaal niet meer zoveel aan toe te voegen. Maar wat Johannes hier eraan toe mag voegen, dat laat een aantal oud-testamentische puzzelstukjes wel heel mooi op zijn plek vallen. We gaan straks een aantal oud-testamentische profetieën lezen en ontdekken wat er dus allemaal wordt geprofeteerd en hoe deze tijd zal worden. Maar eerst even wat Johannes dan aanvullend te zien krijgt. Dat zijn eigenlijk 3 dingen. Het eerste wat Johannes te zien krijgt, en dat had nog geen enkele profeet eerder gezien, dat de draak voor 1000 jaar wordt vastgezet en gebonden. Wat een verademing. Het tweede wat Johannes te zien krijgt, en dat ook nieuw was, dat is dat het zal gaan om een periode van 1000 jaar. Ook dat lees je nog nergens in het Oude Testament. En dan het derde wat Johannes te zien krijgt, dat ook de heiligen, dat zijn wij, dat wij met Christus zullen gaan regeren. Nou, wat dat betekent, daar gaan we de volgende aflevering ook weer verder op in. Ik wil nu in het tweede deel van deze aflevering een aantal bijbelgedeelten met je gaan lezen die ons vertellen over het 1000 jaar vrederijk, over hoe dat allemaal zal zijn in die periode. En we beginnen bij wat Petrus zegt tegen het volk direct na de genezing van die kreupele man daar bij de poort, de schone poort. Petrus die gaat een preek houden, zijn tweede preek na de uitstorting van de Heilige Geest. En hij houdt de mensen voor hoe zij de beloofde Christus hadden overgeleverd aan Pilatus en hoe ze daarmee de vorst van het leven hadden gedood. Reken er maar op dat er bij de luisterende Joodse toehoorders behoorlijk ingehakt heeft toen Petrus dat zei. En dan mondt de preek van Petrus uit in een zeer indringende oproep aan al die Joden daar in Jeruzalem. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. En hij Jezus Christus zal zenden, dat gaat dus over de wederkomst, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen, de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Hem moet de hemel ontvangen
tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Wat een mooie omschrijving vinden we hier van het aanstaande duizendjaar vrederijk. Dat zal een tijd worden waarin alle dingen worden hersteld. Een tijd van shalom, wereldwijd. Dit wordt de tijd waarin het lied van de kerstnacht vervuld gaat worden. Vrede op aarde. Misschien heb je al heel vaak afgevraagd, mooi kerstlied, maar waar is de vrede op aarde? Hier komt de vrede op aarde, wanneer Jezus terugkomt en het vrederijk zal aanbrengen. En dan staat erbij waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Nou, dit bevestigt wel wat ik de vorige aflevering zei, dat er in de Bijbel maar liefst 1800 aankondigingen zijn over de wederkomst van de Heer Jezus. Inderdaad, wat al die profeten door alle eeuwen heen gesproken hebben. Zoveel. En nou, lees vooral ook de profetische boeken van het Oude Testament. Misschien dat er sommige stukken een beetje taai zijn om er doorheen te gaan. Maar lees al die Oud-Testamentische boeken en je gaat steeds meer ontdekken hoe vaak er wordt geprofeteerd over deze tijd die gaat komen. Met name de profeet Jesaja, die profeteert er, als ik het zo mag zeggen, lustig op los. Hij profeteert heel veel over de eerste komst van Jezus. Hij profeteert nog meer over de tweede komst van Jezus. En het daaropvolgende vrederijk. Lees maar eens mee. In Jesaja 2 lezen we vanaf vers 2 het volgende. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Nou, alleen al wat we hier lezen, hoe anders is dat dan hoe het er nu aan toe gaat in onze wereld. Ik lees er even door. En dan komen we bij die woorden waar ik deze aflevering mee begon. Van dat beeld daar in de tuin van het gebouw van de Verenigde Naties. Over zwaarden die worden omgesmeed tot ploegscharen. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Daarom vrederijk. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heere. Vrede op aarde. Wereldwijd. Shalom. En niet alleen tussen de volken onderling. Tussen de mensen onderling. Maar ook in de dierenwereld zal de vrede terugkeren. En zal het veilig worden voor kinderen die zullen zelfs kunnen gaan spelen bij het hol van een adder. Lees maar mee. Jesaja 11. Een wolf zal bij een lam verblijven. Dat kunnen we ons nu met alle discussies over wolven, die schapen verwoesten en zo, niet voorstellen. Maar dan is die hele discussie voorbij. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerleggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals water het water de bodem van de zee bedekt. We leven nu in een land waarin steeds minder mensen iets van God weten. Maar dan zal de hele aarde vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Jesaja profeteert ook over hoe sterk in die tijd het licht van de maan en van de zon zal zijn. Jesaja 30, vers 26. Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon. En het licht van de zon zal 7 maal sterker zijn, net als het licht van 7 dagen, op de dag dat de Heere de breuk van zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht zal genezen. Dus niet alleen
veel meer zonlicht. En daarvoor zal, denk ik, de hele atmosfeer ook gerestaureerd moeten worden. Maar we lezen hier ook dat er herstel en genezing zal zijn voor het volk Israël. En wat heeft het volk allemaal meegemaakt? Antisemitisme, de Tweede Wereldoorlog, maar eigenlijk alle eeuwen door. De vrouw van God, die alle eeuwen door de draak is vervolgd, weet je nog, Openbaring 12. Maar dan zal er herstel en genezing zijn voor het volk Israël. We lezen in Romeinen 8 dat de schepping nu als gevolg van de zonde is onderworpen aan de zinloosheid en in barensnood is. Maar dan zal het over zijn. Jesaja 35. De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos. Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen. Ja, zij zal zich verheugen en juichen. Het zal ook een tijd worden waarin ziekte en kwalen moeten wijken. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. Dus de tong van de stomme zal juichen. En het zal over zijn met het antisemitisme. Er zal niet alleen genezing en herstel zijn, maar antisemitisme zal er in het duizend jaar vrederijk niet zijn. Sterker nog, de heidenvolken zullen dan Israël gaan dienen. We lezen dat in Jesaja 49. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen naar de heidenvolken. Naar de volken zal ik mijn banier omhoog steken. Dan zullen zij uw zonen brengen in de armen en uw dochters zullen gedragen worden op de schouder. En koningen zullen uw verzorgers zijn en hun vorstinnen uw voedsters. Ze zullen zich voor u neerbuigen met het gezicht der aarde en ze zullen het stof van uw voeten likken. U zult weten dat ik de Heere ben. Ze zullen niet beschaamd worden die mij verwachten. Nog één. De leeftijden van de mensen in deze periode zullen weer worden zoals voor de zondvloed. En daarom zal er inderdaad ook heel veel herstel moeten zijn in de atmosfeer. Dat kan nu allemaal niet. Maar moet eens kijken hoe dat dan zal zijn. Jesaja 65, vers 20. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft, of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige. Maar een zondaar, al is hij 100 jaar, zal vervloekt worden. Met andere woorden, als er in die tijd iemand sterft van 100 jaar, dan zullen we tegen elkaar zeggen, oh, die was nog jong. Dat zullen de leeftijden zijn in deze tijd. Maar deze tekst maakt ook duidelijk dat het zal nog niet volmaakt zijn daar. Er zullen ook nog zondaren zijn die vervloekt moeten worden. En we gaan dat in de volgende aflevering ook zien, waarom het nodig is dat we zullen gaan regeren als koningen met een ijzeren staf. Want het zal nog niet volmaakt zijn. Er zal nog opstand zijn, dat zullen we gaan zien. Nou, zo zien we al een heleboel dingen hoe het zal zijn in een duizend jaar vrederijk. En ik denk dat ik je met deze teksten inmiddels wel heb laten zien dat het dus anders zal zijn dan hoe het nu is. Maar tegelijkertijd dat het in een duizend jaar vrederijk ook anders zal zijn dan hoe het uiteindelijk in de nieuwe hemel op de nieuwe aarde wordt. Er zijn best wel een aantal verschillen tussen duizend jaar vrederijk en wat daarop volgt. Bijvoorbeeld, we lezen hier dus, ja, zelfs als je 100 wordt, dan ben je jong als je sterft. Maar op de nieuwe hemel en nieuwe aarde, daar zal geen dood meer zijn. Hier lezen we over zondaren die vervloekt worden. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen er geen zondaren meer zijn, er zal geen vloek meer zijn. En een groot verschil, duizend jaar, een heel eind, maar het is eindig. De nieuwe hemel en nieuwe aarde, oneindig. Een eeuwigheid. Dus verwar het niet. Er is een echt verschil tussen duizend jaar vrederijk en wat daarna gaat komen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Al moet ik daar wel gelijk bij zeggen, als je bijvoorbeeld Jesaja 65 leest, waar ook een heleboel wordt geprofiteerd over hoe het allemaal zal worden, dan lijkt het soms alsof het wat door elkaar heen loopt. Dat duizend jaar vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Jesaja zag het vanuit de verte als één geheel. Maar andere profeten en zeker Johannes in de Openbaring ziet dat er twee verschillende momenten zijn. Momenten, twee verschillende perioden. Het duizend jaar vrederijk en de eeuwigheid, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik wil afsluiten met woorden van een lied dat we denk ik allemaal wel kennen. Het is een internationaal bekend lied. Kroont hem met gouden kroon. En dan vooral deze regels. En dit gaat gebeuren.
Als alles voor hem buigt en vrede heerst alom, wordt de aarde weer een paradijs. En dan is ons gebed, kom, Heer Jezus, kom. Wil je meer weten over wie Jezus is en hoe je God kunt leren kennen? Ga dan naar www.jezus.nl. Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief of de gespreksvragen bij deze aflevering ontvangen? Ga naar www.zieikkomspoedig.nl. Wil je een financiële bijdrage leveren voor alle kosten die voor deze serie worden gemaakt? Maak dan je gift over via de QR-code of door het bedrag over te maken op het rekeningnummer dat je nu ziet op het scherm. Of ga naar www.zieikkomspoedig.nl. In de loop van 2023 zal deze serie ook in boekvorm verschijnen. Met nog meer achtergrondinformatie en nader uitgewerkte thema's. Wil je hier meer over weten of je nu al inschrijven? Ga naar www.zieikkomspoedig.nl. Deze Bijbelstudieserie is tot stand gekomen in samenwerking met de Koninkerk in Haarlem. Je bent iedere zondagmorgen welkom voor een samenkomst of bij de livestream op het YouTube-kanaal. Voor meer informatie ga naar www.koninkerkhaarlem.nl.